Een hele goede morgen en welkom bij mijn nieuwe video. Zoals jullie zien zitten wij op de snelweg. Ik ben met mijn schoonbroertje Sedat. Die gaat me vandaag helpen. Het is vandaag zaterdag. Overal staat er file. Geen idee waarom. Maar dat was gisteren ook zo. Gisteren stond het ook overal vast. We zijn nu onderweg naar Amersfoort. En ondertussen ben ik even mijn vlog aan het editen. We hebben een busje van Borent gehuurd, zoals jullie zien. Wij gaan vandaag mijn tafel omruilen voor een zwarte ovale tafel bij WK Home in Amersfoort. En ik neem jullie gezellig mee. Daarna ga ik mijn schilderijen ophalen bij de groothandel in Aalsmeer. Nou, we zijn er, jongens. Nou, wij stonden zo lang in de file dat we nu even bij een tankstation gaan stoppen. We zijn onderweg naar de groothandel. We gaan even lekker eten. Sedat heeft ook niet ontbeten. Ik ook niet. Gaan we McDrive? Ja. Tamam. Dus is gevaccineerd vandaag. Deed pijn? Ja, een beetje. Niet echt dus. Nee? Klein beetje. Ja. Ik ben weer op de zaak. Ik ga het jullie nogmaals laten zien, heb ik in mijn vorige video ook gedaan. Dit heb ik al. Dus nu hebben we andere aangeschaft. Ik wil hier die zwart-witte 2 laten hangen zometeen. Die gaat naar boven. Ik wilde eerst deze hier, maar ik vind hem net te saai of te klein zo in het midden. Dus ik ga hier 2 zelfde laten hangen. En die grote zwart-witte, die ga ik nog even wegleggen. Elkaar gezet? Ja. Oh, kijk dan, die zwarte staat hier veel mooier. God, ik krijg zo abnormaal veel de vraag waar deze schilderijen vandaan komen. En daarom ben ik even gaan zitten om snel mijn vlog te editen. Ik wilde hem eigenlijk morgen online zetten, maar ik ga hem zo online zetten. En dit wordt dus mijn vlog die jullie dus voor deze vlog hebben gezien. En ik ben zo kapot en ik ga nu naar Veenendaal. Naar mijn vriendinnetje toe. Jongens, ik ben bij Kouthaar beland. En altijd als ik bij haar thuis kom, heeft ze altijd standaard een Jumbo-kar thuis. Ik ga toch niet sjouwen, kom op. Ze heeft geen zin om dingen naar boven te sjouwen, dus ze neemt die van elkaar mee. Ik zet hem ook netjes terug. Hij heeft ja, ja, ja. En al die drie. Uurtjes. En al die drie anderen. En die. Welke drie anderen? En die drie anderen die je daar hebt. En dan, vandaag hebben we een papa-dag. Mama gaat, papa gaat morgen naar trainingskamp. We gaan. Waarom kijk je zo boos? Dat ik dan allemaal mag bepalen bij papa-dag. En dat wij niet doen, dan is het kinderdag. Papa bepaalt toch niet alles? Wij gaan vandaag voor jullie iets leuks. Zeen, wat gaan wij doen vandaag? Jij bepaalt alles. Papa dan. Papa. Zeen? Ja? Wat gaan wij doen vandaag? Papa dat doen. Nee, maar wat gaan wij doen? Wat gaan wij zo meteen doen? Wat gaan wij doen? Poppetviskamp. Ja, hij gaat naar training toe, maar wat gaan wij vandaag doen? Papa dag houden. Ja, papa dag houden, maar wat gaan wij doen? We gaan toch naar een bioscoop? Ja, ja, we gaan de check-ups doen. We gaan naar bioscoop. En voor wie doen wij dat? Voor papa. Nee, voor jou en Zeen. Nee. We gaan toch naar een tekenfilm voor kinderen? Ja. Nou dan, waarom mama, zeur je dan? Komen dan papa's mama's ook? Ja, wij komen mama ook. Dus ik kom echt net uit de douche. Dit is een dream. Coat. Dit is echt zo'n top product. Die breng ik altijd op vochtig haar aan. En deze is ook een leave-in van Olaplex. Nummer 6. Deze gebruik ik ook sinds kort. En ben er ook helemaal verslaafd aan. Dus ik ga even deze 2 producten aanbrengen. En dan ga ik even kijken wat ik met mijn haar vandaag ga doen. Maar dit wilde ik jullie echt even laten zien. Want ik weet dat er heel vaak de vraag is naar wat ik gebruik voor mijn haar. En ik ga jullie even vaker in mijn vlogs even een paar producten laten zien. Of uitlichten die ik gebruik. En dit is geen promo. No promotion. En by the way, deze heb ik gekocht bij... En by the way, ik koop mijn haarproducten laatst tijd altijd bij Look Fantastic. Wie heeft koffie voor mama gemaakt? Heb jij koffie voor mama gemaakt? Dat is echt super lief van jou. Zeentje, we hebben heel veel tips gekregen voor jouw terugkerende hoest. Waar? Ja, via YouTube kanaal. Weet je nog, we hadden de vraag gesteld aan de kijkers van ik heb terugkerende hoest. Hebben jullie tips? Welke tips?
Ja, voor jouw hoest. Jawel. Ja, en nu gaan wij iets kopen voor op jouw kamer. Wat heel erg helpt blijkbaar tegen hoest. Heel veel vrouwen en kinderen hebben daar hele goede ervaring mee. Had dat tomaten? Ja, tomaten ook, ja. Tomaten! Tomaten! Moet eens kijken waar ik het over heb. Kijk waar het onderwerp naartoe gaat. Hebben jullie zin in bios? Yes? Ja. Welke film gaan wij? Van. Welke film gaan wij? Hoe heet die ook weer? Frummels. Frummels. Ja. En morgen gaat papa voor een week op trainingskamp. Papa, we gaan jou missen. Hele goede morgen. Vandaag is het... Ja, dat denk ik dinsdag. En ik weet dat er mensen zijn die haten als ik zeg dat ik niet weet welke dag het is. Maar ik heb zo'n chaotisch leven. Mijn dagen bestaan niet uit van 10 tot 5 werken elke dag. Of whatever. Waardoor ik dus gewoon soms mijn schema helemaal kwijt ben. Of de dagen kwijt ben. Maar ja, we hebben een superleuke daddy dag gehad, hè? Vonden jullie het leuk, jongens? En Mustafa is op trainingskamp. En ja, wij gaan straks naar de wedstrijd. En vandaag is het offerfeest. Maar wanneer deze vlog online komt, dan is het offerfeest al. Ja? Waarom doet ze deze niet? Weet ik niet, Pasha. Vandaag is het offerfeest. En wanneer deze video online is, is het offerfeest al geweest. Dus ik hoop echt voor de mensen die offerfeest hebben gevierd dat jullie echt een leuke en gezegende dag hebben gehad met jullie familie, vrienden of wie dan ook. Bayramımız mübarek. Nice bayramlar. Babacığım çıkar. Babacığım çıkar. Hello. Hadi bayramın mübarek olsun de. Ben sana yosan. Kijk eens. Ga lekker naar de wedstrijd van papa. Hebben jullie zin in? Daar is een bus op. Ja, kijk, daar is Pek Zwolle bus. Papa en zo zijn net aangekomen. Zie je dat? Ze zijn van trainingskamp. Zijn ze net afgezet hier. Kijk, daar gaat die bus. Jee. Ik ben zo blij dat we weer naar de wedstrijd kunnen bussen. Kan ik papa zien? Al is het een oefen... Ja, we gaan papa ook zien. Maar ja, al is het een oefenwedstrijd, het voelt toch heerlijk. Door corona, lang niet naar de wedstrijd. Bus uitkiezen. Zo fijn dat ze hier bij het stadion zo'n kids play winkel hebben. Waarom mogen jullie cadeautjes uit? Kijk eens, ze zijn Bing. Waarom mogen jullie cadeautjes uitkiezen, Arda? Omdat vandaag Kurban Bayram is, hè? Je hebt geld gekregen van Dede en Babi. En een skateboard. Wil jij een skateboard? Ja. Oké, okay, kom. We gaan eerst even kijken of je wat anders wilt. Wat is dit? Die heb jij bij de logopedie, hè, met Helene. En die speel je aan. Die speel je aan. Of wil jij precies zelf de madame met een piraat? Ja. Of wil je Minion? Kijk, Minion is er ook. Ja, en die. Ja, wil je Minion? Kijk, die is vet, hè? Ja. Die is hetzelfde als die, maar dan in plaats van Olaf heb je zo'n... Kiekebaan. Kijk waar ik het over heb. Kijk wat hij... Nee, deze is de allerleukste. Ada, je weet niet eens wat dat is. Kijk dan. Mama, mag ik deze kippenbaan? Moet je, zitten je knikkers in? Moet je deze oma laten voeren? Kijk. Vanaf 5 jaar is deze wat? Kijk of vanaf de 5 jaar deze is. Durf jij het koekje te pakken van de oma? Oh, 5 jaar! Oké, doe maar daarin. Die mag jij dan uitkiezen van mama en papa. Wil jij deze? Oké. Ja. Oh. Ja. Ja, wil je die of die? Deze? Oké, okay, dan kies je. Nee, die knikkerbaan. Ja, maar dit is geen knikkerbaan, Zee. Dit is even kijken. Nee, kan je vissen vangen? Nee, die heb jij gehad. Die hebben jullie, al die visjes hebben jullie kwijtgeraakt. Ik heb tegen jullie gezegd, dingen die jullie al hebben gehad en die jullie, waar jullie niet mee hebben gespeeld en... Wat jullie kapot hebben gemaakt, komt niet meer in ons huis. We gaan niet dubbel dingen kapot maken, dat wil ik niet. Ik wil nu alleen maar dingen halen die jullie ook echt gaan gebruiken. Wil je deze? Ja, oké. Okay, doe maar die weg dan. Okay. Ik wil die. Mag ik deze? Hij is €90, ja. Dat is voor mama te duur. Want, kijk eens hoeveel jullie al hebben uitgekozen. Mama, mag ik deze? Nee, jullie hebben al uitgekozen. Ik heb tegen jullie gezegd. Twee cadeautjes van Dede en Baba, nee, van opa en oma. En twee cadeautjes van mij en papa. Doe maar nu naar het
kassa. Oké, en die ga je sparen voor die vliegtuig? Ga je sparen met je spaarpot, net als vorige keer? Hij is 90 euro. Je hebt al iets van bijna 50 euro in je spaarpot. En dan moet je nog 40 euro bij sparen, oké? Okay? Dan mag je hem halen. Want je moet even leren sparen, jij. Wie is dat? Dat is papa, hè? Vet cool, hè? Toen had de KNVB-bekerschaal gewonnen van Ajax. Ja, kijk hoe leuk. Dat is leuk. Oké. Oh my god, jongens. Wij zijn net in België aangekomen over de grens. En ik loop heel chill in het tankstation hier. Zit ik rondjes te lopen en iedereen zit mij aan te kijken. En ik denk de hele tijd, waarom kijkt iedereen mij aan? Is er iets mis met mij of zo? En opeens, ik kijk naar al die mensen, zie ik dat ze mondkapjes dragen. En ik loop daar heel chill zonder mondkap. Mag ik een mondkapje? Ik wist niet dat je hier in België mondkapjes... Ja, daarin heb je mondkapjes. Kijk, Ada, we zijn in België en we moeten hier mondkapjes dragen. Waarom? Omdat blijkbaar, de mama wist dit ook niet. Oké, tot zo. Tot zo. Carina, hè? Hij is net zo dik als Carina. Volgens mij geef jij al jouw eten stiekem aan hem, of niet? Zeg eerlijk. Man. Jij bent zo dun. Kijk jou. Zeen, weet je wat Carina doet? Carina geeft al haar eten stiekem aan die poes daar. Ben je verdrietig? Hij wil niet met jou spelen. Nee, hij is vaak. Goedemorgen. We zijn één dag verder. Ik heb echt een superleuk jurkje aan. Hij is van Naked. En jongens, nogmaals. Ik ga binnenkort mijn kleding verkopen via Social Icons, dus niet via Vinted. Maar jullie moeten even geduld hebben. Dus zodra het online is, dan zien jullie dat wel verschijnen op mijn social media. Nou, mijn zus die woont in Leer, dat is niet zo ver van Antwerpen. En ik blijf vandaag misschien nog één dagje. En als het goed is, komen vandaag mijn broer en mijn nichtje... En haar man ook even langs, maar dat weten we ook nog niet zeker. En ik wil heel misschien Brussel de stad in of in Antwerpen, maar daar twijfel ik ook aan. Want Zeen die had weer zo slecht geslapen. En Ardet zit helemaal onder muggenbulten. En hij is een beetje, ja, hij is eigenlijk allergisch daarvoor, dus jullie kennen het vast wel. Dus hij is op zijn oor gebeten, zijn oor is gewoon zo dik, zo zielig. Had er vannacht echt last van, dus ik heb eigenlijk niet zo heel goed geslapen afgelopen nacht. En ja, iedereen slaapt hier nog en ik ben even lekker wezen, ja, ik heb klaargemaakt, laat ik het zo zeggen. Maar wat ik wilde zeggen is, ik had voor het eerst dat ik in België reed en dat ik voor het eerst het gevoel had van wow... Ik zou hier ook echt wel willen wonen. Terwijl ik al die jaren altijd dacht, oh my god, hoe kunnen mensen hier wonen? De huizen zijn, weet ik veel, zoveel meters uit elkaar. En ik vind ook sowieso in de avond als je hier rijdt, al die rolluiken naar beneden en zo. Alsof je gewoon in zo'n walking dead bent of zo. Het is gewoon zo anders dan in Nederland. Dus, maar ik had wel dit keer echt zo'n gevoel van, hey, we zouden in de toekomst ook echt wel hier kunnen wonen. Dus de vraag aan, ja, ik heb het ook gisteren aan mijn familie gevraagd. Ik snap niet waarom 9 van de 10 mensen uit België Nederland veel leuker vinden. Waar zal dat aan liggen? Ligt dat echt aan de woonwijken buiten de steden om of zo? Want het lijkt me ook echt wel leuk om in Antwerpen of in Brussel te wonen. Nou, Brussel niet. Volgens mij is dat, ja, het is Franstalig. Frans is zo moeilijk. Maar ja, dat vond ik wel een beetje grappig dat ik gisteren daaraan dacht, zeg maar... En ik zit ook te denken om heel misschien een week naar Turkije te gaan. Want mijn schoonmoeder zei, kom alsjeblieft. Dus ik ga kijken of ik
qua werk het redt. Want mijn vracht komt binnenkort binnen. We moeten echt heel veel voorbereiden. En Bertil gaat binnenkort met mijn schoonmoeder op vakantie. Naar, ik ga eerst naar Alanya, daarna naar Denizli. Dus we gaan het zien. En deze week is super lekker weer, dus dat scheelt. Die spiegel echt leuk. Echt schattig.